Leuven is veel veranderd op creatief vlak. Ik merk dat creatieve mensen niet meer weggaan. Wat zo geniaal is aan Leuven is dat ze hier een heel fijn uitgekiend kunstenlandschap hebben waar je heel mooi kan doorgroeien, denk ik. Omdat Leuven klein is en iedereen kent via elkaar, is die connectie er heel hard. Ik denk dat daar wel de creativiteit en de energie die Leuven heeft van komt. Het is wat typisch Leuvens of Vlaams-Brabants, dat het wat onder de radar vaak gebeurt. En pas als je dieper graaft en zoekt, dan zie je dat er een ongelooflijke gedrevenheid en talent aanwezig is. Creativiteit is eigenlijk voor ons een sleutelbegrip in onze werking. Hè? Want wij proberen eigenlijk iets wat er niet is, te gaan invullen. En daarvoor is een creatief proces nodig. I feel very well in Leuven because it's a small city, but it can be also a big city. It's very international. Het plezier van mijn job is dat mensen iets maken, daar blij mee zijn en daardoor dat ook uitstralen. En dat die ook zeggen van, ik heb dat zelf gemaakt of ik heb dat daar gedrukt. Dus wij geven echte workshops puur voor het plezier van het maken aan de anderen door te geven. Ik wandel heel graag als ik nadenk over ideeën. Dus op die manier inspireert Leuven mij al gewoon al op locatiegebied. Daarnaast voel je ook dat zij verschillende disciplines met elkaar willen gaan laten samenwerken. Mindgate is daar bijvoorbeeld een goed voorbeeld van. Ik vind dat heel tof dat Leuven echt bewust op zoek gaat naar zijn creatievelingen en hen mee inzet om activiteiten te organiseren in de stad. Dus dat mogen ze zeker blijven doen.